Vorige week hebben we de heerlijke kippensoep gemaakt van mama's recept. Vandaag gaan we heerlijk een zalmquiche maken. Daar heb ik zin in. Ik begin even met de vorm in te smeren met boter, zodat direct de bladerdeeg er lekker makkelijk uit kan. Zorg goed dat je de randen ook allemaal bekleedt. Zo, lekker ruim. Zo. Nu gaan we verder met de room en de eieren. We doen even 4 eieren. Zo, een flesje room. Hopla. We pakken de garde er even bij. We mengen het even lekker door elkaar. Ik doe even wat verse dillen erin. Zoals jullie waarschijnlijk weten, dillen en vis gaat heel goed samen. Dus ik knip dat eventjes lekker erdoor. Prachtig, hè, die dillen. Ook een geur die je met niets kan vergelijken, maar zo'n goede match heeft met de verse zalm. Zo. Hier doe ik nog wat peper bij. En wat zout. Zo, dit is klaar al, de vulling. Leggen we eventjes apart. En in de tussentijd ga ik alvast de vers gewassen spinazie even blancheren. Zoals jullie weten gaat dat heel snel. Spinazie is zo... Ik roer het meestal een beetje om. En laat ik het zo lekker even staan. In die tussentijd heb ik hier een heerlijk vers stuk zalm. En die snijd ik even mooi in stukjes. Prachtig die kleur van zalm, hè? Vroeger was de zalm in de gracht in Amsterdam. Wisten jullie dat? En dat was eigenlijk arme luizen eten. En nu is het gewoon een iets exclusief, een lekker stukje zalm. Zo, alles is voorbereid. Ik voeg er nog even lekker wat geraspte kaas erbij. Het mengsel. Want het fijne daarvan is, dat zorgt voor een lekker knapperig korstje op de quiche. Zoals jullie wel zien, bij mij werk ik heel veel met gevoel. En kijk soms wel even naar een recept, maar pas het vaak eventjes gewoon op gevoel af. Dus gewoon lekker scheutje van het een of het ander en nooit allemaal milliliter dit of milliliter dat. Gewoon wat relaxter in de keuken zijn en meer op je gevoel afgaan. Ik gebruik altijd tante Fanny haar verse bladerdeeg. Lekker makkelijk, heb je in één keer... Een heel mooi rolletje bladerdeeg. Zo. En nou is het altijd even de kunst. Hoe krijg ik hem er goed in? Dus ik doe hem er even indrukken. En dan heb ik het natuurlijk over. En dat is de bedoeling. Zodat ik direct de andere randen kan doen. Ik pak er even een mesje bij.
Weet je, je kunt gewoon lekker relaxen, een beetje kokkerellen, hè. Niet zo ingewikkeld. Koken moet leuk zijn. En ik vind koken echt leuk, omdat ik het gewoon heel ontspannen doe. En niet zo heel erg secuur. Je ziet, hier is de rand. Nu hebben we een lekker stukje over voor de andere rand. En we hebben nog een stukje over voor deze rand. Om dit nu echt aan elkaar te krijgen, moet je altijd even een klein bakje water pakken. Ik zet hem even terug. En dan met je vinger even op de bladerdeeg drukken. Met die vochtige vinger. Zodat je weet dat de bladerdeeg aan elkaar komt te zitten. Zie je? Alles even een beetje aandrukken. Zo. Deze kant. In de tussentijd is de spinazie klaar. Dan voeg ik even het eimengsel met de room erin. Dan mag ik even eruit schieten. Zo, en dat roeren we even door elkaar. Ontstaat er een heel lekker groenig mengsel, zie je. Zo. We hebben nu de bladerdeeg klaar. Ik heb jullie vorige keer ook laten zien met de appeltaart. Dat je altijd eventjes gaatjes prikt. Om te zorgen dat die goed uit de vorm gaat straks. En nu bedekken we de bodem met verse zalm. Zo. Altijd een leuk puzzeltje. Past het er allemaal in. Zo. Tot slot doe ik er nog even wat peper en zout over. Zo. En nu pak ik het mengsel met spinazie, room, eieren, kaas en verse dillen. He, als goed kruidenvrouw. En bij gebrek aan verse kruiden ben ik toch maar even naar de winkel gegaan. Heb ik nu alles keurig verdeeld in de quiche. En wat het leuke effect is, wat ik zelf altijd doe, is ik vouw de bladerdeeg dan terug. Dus dat zul je straks zien als de taart klaar is, dat je een heel leuk effect hebt dan. Van het bladerdeeg. Dan gaat het ook een beetje krullen. Het geeft een hele leuke sfeer. Goed. Jullie zien het, de taart is klaar en hij gaat nu de oven in. Oké, jongens, we zitten hier heerlijk aan de maaltijd van de zalm, bladerdeeg, taart uit de oven. Het is hartstikke mislukt, maar hij smaakt heerlijk. Ik had hem open gedaan en hij viel. En dit is het resultaat. Dus ook een hele goede kok kan af en toe een foutje maken, maar de smaak is hem niet minder naar. Tot de volgende keer. Dag!